Kies je voor een uitgebreid behandelen van het accountantsverslag of ga je via een Socratische gespreksmethode een individuele zorgcasus bespreken? Ben je op de hoogte van het gedachtegoed van Hanna Arendt, Levinas, Andries Baart, Hans Reinders of ken je de code van het tabaksblad uit je hoofd? Ben je aandachtig, luisterend, onderzoekend, verwonderend of ben je besluitvaardig? De vraag die je als Raad van Toezicht aan jezelf moet stellen is, waar zijn wij van? Zijn wij van de governance, dat de instelling voldoet aan de wet of regelgeving? Of zijn wij voor kwaliteit van leven, voor goede zorg voor de bewoners? Dat is een fundamentele vraag en dit boekje geeft daar een aantal richtingen aan. Want het is een reisgids. En dan gaat met name dat je die tocht afloopt. En waar je uiteindelijk aankomt, dat is wat minder van belang. Het thema sensitiviteit is denk ik het belangrijkste thema als toezichthouder. Ben je sensitief? Ben je onderzoekend? Ben je nieuwsgierig? Verwonder je? Of ben je besluitvaardig en weet je hoe het staat bij de accountantsverslag van het afgelopen jaar? Sensitief zijn, denk ik, is de juiste houding in deze tijd van waar eigenlijk geen antwoorden zijn op alle vraagstukken die er zijn. Dus het onderzoeken daarvan, nieuwsgierig zijn, ik denk dat dat de richting is waar een Raad van Toezicht heden de dagen zich naartoe moet bewegen. Om een voorbeeld te geven waar je als Raad van Toezicht met het woord sensitiviteit echt uit de voeten moet komen, is bijvoorbeeld als er een incident is. Een incident in je zorginstelling waar de inspectie onderzoek moet gaan doen. Hoe ga je dan optreden als Raad van Toezicht? Ga je in de controlestand? Ga je er bovenop zitten van dit mag nooit meer gebeuren? Of ga je luisteren, vragen stellen en kijken van wat kunnen wij hiervan leren als Raad van Toezicht, als organisatie. Dus maak je een foto of is het een film van waar je door je een lerende organisatie wordt. Het mogen duidelijk zijn dat het boekje eerder naar dat tweede overhelt. Wat is jouw betekenis als Raad van Toezicht? Wat is je toegevoegde waarde? Hoe kan je waarde toevoegen aan de instelling waar je mede verantwoordelijk voor bent? Dat is een heel belangrijk thema waar in het boekje uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Waarde toevoegen, ben je een waardegedreven organisatie? En waar bestaat die waarde dan uit? Wil je een rendement van 1,5%? Is dat een waarde voor je? Of is medemenselijkheid, barmhartigheid een waarde? Ik weet het niet. Dat is wat zo'n Raad van Toezicht zichzelf moet afvragen en daarop een antwoord moet formuleren.